moet natuurlijk wel iets leren voor Spaans. En dat doen wij door een beetje Spaanse muziek in de auto te luisteren. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Hola, me llamo Emanuela Saturnino. Y voy a mostrarte cómo me preparo para el examen de español. En hoe kun je je nou het beste voorbereiden op zo'n examen? Door samen te oefenen. Hola supermercado. Spanish. Let's get Spanish. Je gaat er 10 krijgen. Het is nu de ochtend voor het examen en ik ben nog heel eventjes wat tekstjes aan het oefenen. Ik ben gelukkig echt totaal niet zenuwachtig voor het eindexamen, maar ik ben wel heel erg blij dat dit het allerlaatste examen is en dat ik er dan ook eindelijk vanaf ben. Zijn we er klaar voor? Oké, nog eventjes de laatste voorbereidingen. We gaan nog even een flesje water vullen. En dan is het toch echt zover. Nou, we hebben net ons allerlaatste examen gehad. En voor mijn idee ging het wel goed. En bij jullie? Ik ben nu thuis en ik ga nu eventjes kijken of ik het wel goed heb gemaakt eigenlijk. Oké, ik heb dus net gekeken hoeveel punten ik heb. En mijn cijfer ligt dus blijkbaar tussen de 7,6 en de 9,6 in. Echt super tevreden ben ik. En ja, gelukkig is Spaans in ieder geval goed gegaan. En hiermee wil ik dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie mijn vlog leuk vonden. En vond je deze vlog nou leuk? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Want het lijkt me echt super tof als ik de GoPro kan winnen. En vergeet deze video ook niet te sharen. En dan ga ik me nu even snel klaarmaken voor mijn gala. Doei! Just dance.